In de Bolsward Binnenstad is een prachtige fototentoonstelling ingericht. Een gezamenlijk initiatief van Bolsward Historie, dat dit jaar 60 jaar bestaat, en fotoclub Don Spanner, die haar 50-jarig jubileum viert. Oud en nieuw aan beide zijden van de borden. In totaal staan er 20 historische panelen van het oude Bolsward door de stad verspreid. Aan de andere zijde is een foto te zien van leden van fotoclub Don Spanner. De leden van de fotoclub maakten op de locatie van vroeger een beeld van de huidige situatie. En dat levert iedere keer weer een verrassende plaat op van het huidige Bolsward. Een bijzonder initiatief. Ja, is het ook. En we vonden elkaar min of meer door toeval. En zij bestaan 60 jaar, wij bestaan 50 jaar. Ja, en zo hebben we gezocht naar een vorm die aan beide recht doet, zeg maar. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, want het is een paneel aan beide zijden bedrukt. Ja. Eén van Bolsward van toen. Klopt. En aan de andere kant, ja, dat is eigenlijk niet van Bolsward van nu. Nee. Ja, op een speciale manier. Het is toch een speciale manier. Het is gewoon een detail zochten we in de omgeving van Bolsward van toen, om het zo maar te noemen. En de clubleden hadden de vrijheid om hun eigen keuzes daarin te maken. Natuurlijk is daar uiteindelijk weer een selectie gemaakt. En we hadden alle vrijheid om te doen wat we wilden eigenlijk. Het was gewoon een vrije impressie. Nou, we zien hier op de achtergrond een oude foto van, zoals ik het zelfs ook nog gekend heb, het oude postkantoor. Ja. En als we zien hoe het er nu uitziet, dan is dat een heel verschil. Wat vindt u daarvan als voorzitter van Bolsward Historie? Het geeft toch weer even aan dat natuurlijk de tijd niet stilstaat. En we vinden het allemaal nog jammer dat het oude postkantoor er niet meer is, in zijn oude vorm. Maar ik denk dat het toch een redelijke invulling is geworden met een behoorlijk magistraal pand, kun je wel zeggen. En de indruk die je krijgt van de oude, ja, dat doet wel echt een nostalgisch gevoel bovenkomen. Dat vind ik altijd wel, en zo zult het op meerdere panelen natuurlijk in Bolsward zijn die u ziet. Want er staan er dus 20 in de hele stad verspreid. En die foto's van het oude Bolsward, was het moeilijk om die te verzamelen of hadden jullie juist keus te over? Ja, we hadden eigenlijk wel keus te over. We hebben natuurlijk binnen Bolsward Historie een werkgroep archieven. Die verzamelt alle foto's, digitaliseert ze ook. En we krijgen nog steeds van oud-Bolswarders fotografisch materiaal en andere zaken. Waarmee dus de archievengroep druk bezig is. En die hadden dus wel een keuze kunnen maken uit de verschillende foto's. Dat liep prima. En nu zijn er dus 20 van deze panelen. Welke vindt u eigenlijk het mooiste geworden? Welke geeft eigenlijk Bolsward van toen het mooiste weer? Dat is een goede vraag. Ik heb ze nog niet alle 20 bekeken. Maar ik vind ook degene die dus hier in de Witherenstraat staat, bij de Hoogstraat, het hoekje. Dat is een artistieke impressie van een pand wat daar staat. En dan wordt er dus weergegeven de stadhuistoren in de spiegeling van dat glas. Dat vind ik zelf al een hele mooie artistieke. Ik vind een prachtige foto. Ja, en hopen dat deze panelen dus een grote trekker gaan worden voor Bolsward. Ja, de bedoeling is dat we daar natuurlijk een beetje mee promoten wat Bolsward allemaal te bieden heeft. Wat nu nog te bieden heeft, maar ook vroeger. En ik denk dat dat een hele goede indruk maakt op de bezoekers die we in Bolsward allemaal hopen te krijgen.